Was dat hem niet? Ja. Die daar over de kop gaat. Yo, leuk dat je kijkt naar Koken TV. Ik ben Jeroen. Ik ben Jerenzo. Wij zijn de helft van Coolbox. We maken van hele saaie, superleuke dingen. En jullie hebben aangegeven dat het maken van een toets echt heel erg saai kan zijn. Goed, jongens. Vandaag onvoorziene toets. Dus als jullie goed hebben geleerd, is het gewoon geen probleem. Dus de tijd gaat nu in. Ja. Piratentijdstoets, geef me hier. Nee, nee, nee. Geef me hier. Nee, hij vroeg aan mij. Een 1. Nee. Piratentijdstoets, jawel. Wat nou als je een toets op een hele spectaculaire manier kunt maken? Wij zijn vandaag namelijk op het circuit in Zandvoort en wij gaan racen. Ja, Brillium en Racer zijn er vandaag niet bij, dus we hebben de jongens van Banner uitgenodigd. Hey! Hey! Hoe pijn doet het, Peter, op een schaal van 1 tot 10? Ja, dat is maar net aan hoe hoog ik ga. De spieren worden echt gewoon naar elkaar getrokken gewoon. We gaan ieder 3 rondjes rijden op dit circuit en allemaal 3 toetsvragen maken. En ja, jongens, wie gaat er denk je winnen? Nou, Robin! Ja, we gaan het zien. We gaan het zien, let's go! Ja. Hey! Hey, Renzo. Hey, welkom op Zandvoort. Wat willen jullie als eerste rijden? Ik! Ja? Ja, zeker. Helm opzetten. Jeroen zit nu in de auto en die doet waarschijnlijk een schietgebedje. Hij komt zo meteen hier op de startplaats en dan gaat hij beginnen met als allereerste toets de Rubik's Cube. En die moet hij proberen zien op te lossen. Als tweede toets moet je een rekensommetje doen. Lijkt makkelijk, maar in de auto is het misschien moeilijker. Ja, en als je dan nog niet helemaal misselijk genoeg bent, kan je straks beginnen aan de allerlaatste, de topografie. Niet te veel kijken. Nee, nee, je hebt ook niet die toets. Topografie opdracht. Oh my god, it's so cool. Jeroen is net van start gegaan en ja, wat denken jullie? Gaat hij het oplossen? Ik denk dat Jeroen de laatste wordt. Zijn we klaar? Ja, met een soort van... We hebben al een paar minuten nu, dat is goed. Ja, ik heb er wel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Een rekensom. Oh. Oké, we zijn hier bij min 11. Min 1, min 10. 72. Daar ga ik voor. Noorwegen, Finland. Ik ga gewoon voor de middelste. Hey, ging die goed? Weet ik niet. Ja, jawel. Opgelost, maar ik heb wel 1 kant bijna geprobeerd. Ja. Was het leuk? Het was fucking vet. Ja, wie gaat jullie hebben leuk? Ik wil. Oké, we gaan. Oké, daar gaan we. Ik kan dit sowieso niet. Oké, de eerste bocht. We gaan proberen de rooien op te lossen. Even kijken hoor. Nou, gaan volgens mij wel. Goed geschreven in ieder geval. Dat ik denk dat het goed... Nee, het staat op de achterkant. Oké. Okay. Wow. Oh, dat was vet, jongen. Ja? Dat is echt een
rondje Renzo. Ik denk wel dat hij het goed heeft gedaan. Hij steekt ook zijn duimpje op. Ja. Kom man. Yo. Uit. Tips zijn rood en oranje. Later. Daar gaan we dan. Oh, het is wel lastig te concentreren zo. Oh, yo. Oh, dit gaat uit. Oh. Ja, goed. Ah. Zo. Af. Net op tijd. Nice. Oké. Oké. Nou, volgens mij zie ik een opgeloste Rubik's Cube. Dankjewel in ieder geval. Of lachen. Hey! Hoe ging ie? Ja, hij heeft hem opgelost. Hij heeft hem! Zo, zitten we weer. Ik ben een beetje misselijk. Ik ook wel een beetje. Ik heb mijn hoofdpijn eigenlijk. Ja. Oké, gaan we uitrekenen of ja, is goed. We begonnen met de Rubik's Cube, maar volgens mij is dat wel vrij duidelijk. Ja, ik heb hem wel. Oké. Ik ben ook echt. Ja, nee. Ik dacht dat ik wit ging oplossen. Dat we toch maar iets anders gaan doen. Ik vind het echt heel knap. Ik ook. Ja. Ik denk dat dit, ondanks dat het gewoon optellen en aftrekken, is dat ik gewoon echt een verkeerd antwoord heb. Wat heb jij? 62. Ik heb 70. Ik heb 60. 72. 16 plus 29 plus 70. Helaas. Voor jou even voor mij. Oké, pak dan maar even je topografie erbij, jongens. Dat is wel lastig. Ik heb Zwitserland goed. Wie heeft Bulgarije goed? Ik heb Bulgarije goed. Wow, dat is wel nice. En Finland. Oké. Jij hebt er 2 goed, jij hebt er 2 ook. 2 goed, jij hebt 2. Ik heb er 1. En ik heb er 1 goed. Hij heeft gewonnen. 3 punten. Woe! Nou, leuk Bart. Bart heeft gewonnen. Het is toch leuk, Rubik's Cube, hè? Wil jij nou zien hoe we Werven leuk hebben gemaakt? Klik dan even hier. En wil jij de laatste video van de Fris Six zien? Klik dan even hier. En we hebben heel goed nieuws, want CokeTV gaat next level. Binnenkort komen er niet 1, maar 2 video's per week online. Ja, en er komen ook veel meer vloggers voor onder andere fashion, muziek, sport en gaming. En de eerste trailers daarvan komen al volgende week live. Dus hou CokeTV goed in de gaten en dan zien we jullie de volgende keer. Bye!